Deze webinar gaat over databescherming en de nieuwe wetgeving GDPR. We leggen je uit waar de GDPR over gaat, welke maatregelen je neemt om persoonsgegevens te beschermen en GDPR-conform te zijn, en wat je moet doen in geval van incidenten. Onze persoonsgegevens zijn waardevolle data. Het is belangrijk om ze goed te beschermen. De nieuwe Algemene Verordening tot Gegevensbescherming legt de regels om persoonsgegevens te beschermen preciezer vast. Deze is ook gekend als de GDPR, of de General Data Protection Regulation. In dit deel geven we een kort overzicht over de GDPR-wetgeving. Wat is er nieuw? Voor wie is deze bedoeld? Om welke gegevens gaat het? Wat houdt het in om gegevens te verwerken? Hoe moet ik de gegevens beschermen? Welke risico's loop ik? En hoe ga ik in geval van incidenten om met onderaannemers? Als bedrijfsleider van een KMO weet ik dat mensen erop rekenen dat mijn bedrijf hun persoonsgegevens met veel zorg behandelt. Ze vertrouwen deze aan me toe. Bovendien moet ik me, zoals alle bedrijven, aan de wet houden. De principes in de GDPR zijn niet nieuw. Wie vandaag aan de Belgische privacywet voldoet, heeft al een flinke basis om de GDPR te implementeren. Maar wat is er nu nieuw aan de GDPR? En waar moet je specifiek rekening mee houden? De wetgeving introduceert specifiek het recht op overdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat eigenaars van persoonsgegevens meer controle over hun gegevens krijgen. Verder is de GDPR duidelijk over de verantwoordelijkheid, waarover later meer. Het biedt voor het eerst speciale bescherming voor de gegevens van kinderen en het versterkt de controleautoriteiten. Voor wie geldt deze wetgeving? De GDPR beschermt de persoonsgegevens van iedereen in de Europese Unie. De wet is dus van toepassing op alle ondernemingen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken, ook als de onderneming niet in de EU gevestigd is. Welke persoonsgegevens worden nu juist beschermd in de wet? Alle gegevens die direct of indirect verbonden zijn met een identificeerbare persoon. Dit is naast de naam ook een adres, zowel fysiek als elektronisch, zoals een e-mailadres of een IP-adres. Andere officiële identificatiekenmerken, zoals een nummerplaat, een rekeningnummer of telefoonnummer. Bepaalde persoonlijke kenmerken en gewoontes, zoals gezinssamenstelling, religie of seksuele geaardheid en andere gegevens, zoals bepaalde aankopen of verplaatsingen. Dit is allemaal nog steeds redelijk abstract, maar wat wil dit nu zeggen voor mijn bedrijf? Wel, de meeste KMO's verwerken heel wat persoonsgegevens. Gegevens van personeel, zoals contactgegevens, gezinssamenstelling, salaris, bankrekening en allerhande loopbaangegevens. Ook klanten en leveranciers delen vertrouwelijke informatie, zoals aankopen, budgetten en ga zo maar door. En dan nog de gegevens van bezoekers, die zowel fysiek als virtueel worden verwerkt. Als ze inloggen op de website of wanneer ze een kantoor bezoeken, laten deze gegevens achter. Op het ogenblik dat we die persoonsgegevens vragen, zijn we ze eigenlijk al aan het verwerken. Onder het verwerken van gegevens verstaat de wet het verzamelen, registreren of bewaren, wijzigen, raadplegen, uitwisselen en verwijderen. De GDPR is bedoeld om al deze gegevens te beschermen. Om aan deze wetgeving te voldoen, moet ik er dus voor zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen of gebruikt worden om schade te berokkenen. Ik moet er ook op toekijken dat persoonsgegevens niet zonder mijn goedkeuring worden gewijzigd. Ik zorg ervoor dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig. De wetgeving vereist vaak dat ik de eigenaars toestemming vraag om hun persoonsgegevens te verwerken en hen informeer wat ermee zal gebeuren. En ik zorg ervoor dat eigenaars gemakkelijk hun persoonsgegevens kunnen doen overdragen naar een andere verwerker. Als ik gegevens verlies of als er gegevens gestolen worden, moet ik dit melden aan de betrokkenen en aan de gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de privacycommissie. En wat als gegevens worden verwerkt door onderaannemers?
Ook onze onderaannemers moeten de wet respecteren. Zulke onderaannemers kunnen het sociaal secretariaat zijn. IT-partners die instaan voor de hosting, het netwerk, de beveiliging en de webtoepassingen. Maar ook consultants die voor mijn organisatie persoonsgegevens verwerken enzovoort. Onder andere door goede contracten op te maken, kan ik mee de persoonsgegevens beschermen. Welk risico loop ik nu? Als ik de regels niet volg, kan ik een sanctie oplopen. Dit kan een waarschuwing zijn, maar ook een administratieve boete die kan oplopen tot 4% van de omzet. Je kan zelfs een verbod krijgen op gegevensverwerking. Als ik persoonsgegevens niet genoeg bescherm, kan ik het bedrijf serieus in moeilijkheden brengen. Het kan voor imagoschade zorgen, waardoor klanten wegblijven. Als iemand anders toegang krijgt tot privégegevens, kunnen opdringerige e-mails gestuurd worden of virussen verspreid worden. Het kan uiteindelijk zelfs een faillissement veroorzaken. Het volgen van de wet draait dus om veel meer dan de mogelijke geldboete die erboven hangt. Echter, geen nood. Als je de stappen die in deel 2 aan bod komen goed volgt, loop je weinig risico om deze nare gevolgen mee te maken. In deel 2 overlopen we namelijk hoe ik mijn bedrijf conform aan de GDPR-wetgeving maak en zo persoonsgegevens bescherm. We overlopen hoe ik verantwoordelijkheden en rollen verdeel in mijn organisatie, persoonsgegevens in kaart breng, verwerkingen registreer en medewerkers informeer. Wanneer ik de verantwoordelijkheden verdeel en rollen bepaal, kies ik wie de verwerkingsverantwoordelijke is. Deze brengt alle dataverwerking in kaart en controleert dit proces. Ik kies ook wie mijn Data Protection Officer of DPO wordt. Deze staat in verbinding met de toezichthoudende autoriteit. Die fameuze gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de Privacy Commissie. De DPO zorgt ervoor dat mijn bedrijf en het IT-systeem compatibel zijn en blijven met de GDPR. Bedrijven die gevoelige data, zoals medische gegevens, verwerken of die op grote schaal informatie verwerken, zijn verplicht om de rol van DPO vast te leggen. Als laatste kies ik ook een veiligheidsverantwoordelijke. Deze volgt de minimale veiligheidsnormen op. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan één persoon meerdere rollen opnemen of wordt een rol verdeeld onder meerdere personen. Deze rol of verantwoordelijkheid kan ook bij een onderaannemer of extern persoon liggen. Een belangrijke stap om data te beveiligen is door te weten wat je allemaal hebt. Daarom breng ik de persoonsgegevens in kaart door een overzicht te maken. Zo een overzicht maken van de persoonsgegevens die we bijhouden, waar deze vandaan komen en met wie deze gedeeld worden, is een hele klus. Dus ik neem er mijn tijd voor en zorg dat ik zo volledig mogelijk ben. Ik rangschik deze info ook op gevoeligheid. Zo kan ik een risicoanalyse doen waarbij ik specifieke maatregelen neem om de gegevens te beschermen. Een informatieaudit is hiervoor de beste aanpak. Ik ben verplicht al onze verwerkingen te registreren en te identificeren welke wettelijke grondslag aan de basis lag van deze verwerking. Zo vraag en deel ik bijvoorbeeld het Rijksregisternummer van mijn werknemers, omdat het een verplichting is van de sociale zekerheid. Of bewaar ik het adres van een betrokkene zodat ik leveringen kan doen en dus onze contractuele verplichtingen kan nakomen. Dit zijn duidelijke wettelijke basissen om persoonsgegevens te verzamelen. Door de verwerkingen in kaart te brengen, krijg ik een goed beeld van de verwerkingsprocessen en waar er onduidelijkheden zijn. Soms is de enige wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken de toestemming van de betrokkenen. Deze moet actief gevraagd worden. Een vooraf aangevinkt hokje op een formulier volstaat niet. Voor de gegevens van kinderen onder de 16 jaar is de toestemming van een ouder of voogd in sommige gevallen nodig. Deze toestemming moet duidelijk in het verwerkingsproces zijn opgenomen. Ik beslis ook hoe lang we gegevens bijhouden. De wet legt hier geen limiet op, maar zegt wel dat het niet langer dan nodig mag bewaard worden. Hoe meer data ik ook bewaar, hoe meer risico ik loop als er iets misgaat.
Ik stel procedures op om de bewaartermijnen van de gegevens vast te leggen en de gegevens die deze bewaartermijn bereiken, te wissen. Om duidelijk te communiceren over hoe ik persoonsgegevens verwerk, stel ik een heldere privacyverklaring op die gemakkelijk te vinden is. Hierin informeer ik de betrokkenen over wat ik met hun informatie doe, op basis van welke wettelijke grondslag ik deze verwerk en hoe lang ik deze bewaar. In deze verklaring staat duidelijk hoe iemand gegevens kan opvragen of controleren en op welke manier men een klacht kan indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Betrokkenen hebben namelijk het recht hun persoonsgegevens in te kijken, te kopiëren, te corrigeren en desnoods te verwijderen. Ik neem hier best op voorhand maatregelen voor en stel processen op, zodat ze dit kunnen vragen. Ik beslis hoe we die toegang geven en deze informatie overdragen. Volgens de richtlijnen van GDPR moet ik binnen de 30 dagen reageren. Afhankelijk van hoeveel verzoeken ik zou krijgen, kan ik een systeem ontwikkelen waarbij de betrokkenen zelf zijn persoonsgegevens kan raadplegen, wijzigen en of verwijderen. Alle medewerkers moeten goed op de hoogte zijn van de nieuwe afspraken. Ze moeten weten wat er van hen verwacht wordt en kunnen oefenen. Om GDPR-conform te zijn, moet ik niet alleen bewust met de persoonsgegevens omgaan, ik moet deze ook veiligstellen voor criminelen. Daarom heb ik minimale bescherming, zoals antivirussoftware. Ik zorg ervoor dat de software en onze systemen regelmatig worden geüpdate. Dat al onze werknemers sterke wachtwoorden hebben. Dat ik van alles een veilige kopie maak als backup. En dat alle gevoelige gegevens worden geëncrypteerd. Ik zorg er ook voor dat mijn personeel voldoende bewust is van de gevaren, zodat ze onder andere phishingberichten herkennen die verdachte links of virussen kunnen bevatten. Ik probeer ook enkele detectiemaatregelen te nemen, zodat ik weet wanneer er een lek is of wanneer er wijzigingen zijn gebeurd. Meer info over online beveiliging vind je in onze andere webinars. Als het dan toch misgaat, zorg ik dat ik voorbereid ben bij een incident. Mijn DPO weet hoe de gegevensbeschermingsautoriteit te verwittigen. Als men KMO-vestigingen in het buitenland heeft, moet ik bepalen waar de hoofdvestiging is om te kiezen welke de leidende autoriteit is. Als er zich een ernstig incident voordoet, moet deze binnen de 72 uur gecontacteerd worden om GDPR-conform te zijn. Bij een ernstig incident kunnen de eigenaars van de persoonsgegevens schade lijden. In dat geval moet ik deze op de hoogte brengen. Die crisisprocedures oefen ik best eens op voorhand en ik bereid ook templates voor met de te verzenden berichten. Voor meer info, kijk naar de reeks webinars over hoe om te gaan met cyberincidenten. Voor meer informatie over de GDPR, raadpleeg je best de officiële bronnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de Privacycommissie. Als je dit advies opvolgt, kunnen je klanten op beide oren slapen, omdat hun persoonsgegevens veilig zijn bij jou. En kan je trots zeggen dat ook jij GDPR-conform bent.